We zijn er vrijwel zeker van dat het hertje wat bij ons kwam geschoten is. Dat zei de buurvrouw. Het is een oudere ree die al jaren langs komt lopen. Ook bij hun op het terrein. En ze ziet hem ook niet meer. Je ziet de damp gaan over het veld. Dat betekent dat het dooit. Voorlopig is het nog ijskoud. Oh, leuk. Ga ik proberen mijn handschoen te pikken? Duveltje. Kom maar, we gaan naar huis. Ga mee? Nee, dat gaan we niet nog een keer doen. Het is goed met jou. Fiets nodig? Nee? Goed zo, pak je stok. Braaf. Mafferheid. Nou, ik vind het best. Ja, de kleine de energie van de hand, ik weet het niet. Elke wandeling opnieuw. Nou is de paardige wandeling achter de kiezen, maar dat maakt het niet uit. Een kleintje. Ja, met een mooie... Een mooie riempie ermee. Oh, is een mooie riempie. Afgelopen nacht was er echt een ruime 20 centimeter gevallen. En dit is wat er van over is. De velden lichten nog wel natuurlijk. Maar ze schuiven het direct weg. Er komt één grote ijsmassa anders. Kerstboom. Tijd voor een bakkie. Krijg je nou die vensterbank er nog in? Ja. Maar heb je daar nou kit om? Ik heb daar een houtlamp tussen. Halle houtlijn? Houtlijn. Geen half houtlijn. Halle, halle. Hele mooie afwerking. Je ziet het eigenlijk niet, maar je ziet het pas in het hoek. Dan krijg je dus dat die er zo in past. Stickertje er nog even afhalen. Dit is trouwens 4,5 mm, dus 4,5 mm. Kwartstaaflak noemen ze het. Dus hij is gelakt inderdaad. Ik voel hier ook nog spijkertje, Gie. Ja, dit is zo'n hamertje. Even vandaan moeten tikken. Ja, tikken. Ja. In wat voor waanzinnige tijd leven wij. Er is weer een pak van 20 centimeter gevallen. Het dooit, het sneeuwt, het dooit, het sneeuwt, het dooit, het sneeuwt. En ik voel onder mijn spijks dat het klonten maakt, dus dit blijft ook niet lang liggen. Gisteravond zijn we geëindigd met een ijslaag, die zit hieronder. Je kan het ook zien aan de weg, bagger.
Bakkebakken. Het wordt weer grappig. Kom, Andy. Kom. Het heeft van die kant af gesneeuwd. Dat kan je aan het bord zien. Stelt die bord. Niks op te lezen. Nou, ze hebben vanochtend al weer geschoven. Dat heb ik gehoord. Het is nu 7:30 in de ochtend. Ik loop zonder handschoenen. Ga maar open. Daar waar niet geschoven is, daar zak je 20 centimeter weg. Nou, die hele toestand met Oekraïne, dat is best wel heel spannend. Wij wonen een uurtje van de oostgrens af, van Zweden, de Oostzee. En er vlogen bij ons direct nadat Poetin was ingevallen. Nou ja, eigenlijk dezelfde dag, niet direct. Vlogen er heel wat bommenwerpers over ons huis heen naar het oosten. Zware vliegtuigen die langzaam vlogen. Ik noem het maar bommenwerpers. Ik heb er geen verstand van. Ik bleef doorgaan. We hebben een militaire basis bij ons in de buurt. Dat is ook niet zo'n goed gevoel. En twee kerncentrales. Eentje bij Oskarshamn, waar ik geopereerd ben. En eentje in Kalmar. 3 uur naar beneden. En Oskarshamn is een uurtje van ons af. Ja, aan de oostkust. Dus de Zweden gaan dat echt heel serieus te lijf. Hele enge tijd. Hele rare tijd. We worden hier, daarom heb ik dat ook op Facebook gezet. We worden hier aangeraden om ons voor te bereiden. Sowieso op economische gevolgen. Gevolgen die ook voort kunnen vloeien uit cyberaanvallen en dat soort dingen. Het wordt allemaal ineens heel reëel. Ik weet niet hoe daar in Nederland mee om wordt gegaan, maar hier wordt het als een hele serieuze dreiging gezien. Nou zijn wij preppers, dus wij hebben voorraden en we hebben, nou jullie weten hoe het ons leven in elkaar zit. We hebben maanden eten, we kunnen vrienden bevoorraden met eten als het nodig is. En water kunnen we krijgen, we weten waar we water moeten halen als we geen elektriciteit hebben. We kunnen warmte maken zonder dat we elektriciteit nodig hebben. We hebben een enorme voorraad hondenvoer, vogelvoer, kippenvoer. Ik heb gisteren wel de auto volgetankt en cash opgehaald. Dat zijn van die dingen die zijn nodig als, nou dat hebben we hier wel eens meegemaakt. Trouwens in Nederland ook wel eens. Als het betalingsverkeer uitvalt, kun je gewoon geen boodschappen binnenhalen. Nou, Zweden is heel erg digitaal. Cash is heel langzaam aan het verdwijnen, maar is eigenlijk al heel ongewoon. Maar ja, ze zullen wel moeten. Het is een betaalmiddel. Kijk eens hoe mooi het weer is. Maar ja, dat, wat waarschijnlijk het allereerste heel duur gaat worden, dat zijn de elektriciteitskosten en de brandstof. Wij rijden op diesel. Dit is hier het allerduurste. We zitten al bijna aan de 2,20 euro. Per liter. Dus als dat sky high gaat worden, dan stopt mijn vrijwilligerswerk, want dan is dat niet meer leuk. Dan ga ik toch echt alleen voor onszelf zorgen. Maar zover zijn we nog niet. Eerst maar eens even kijken hoe zich dat ontwikkelt. Maar hier zo, in dit sprookje hier, is dat allemaal heel ver van je bed. Zou je het zo kunnen vergeten dat het bestaat? Nou, dat lukt mij niet, maar dat zou zo maar kunnen. Jezus, wat mooi. Het is echt weer heel veel gevallen. Het was een vergissing om geen handschoenen mee te nemen. Ik was te optimistisch. Wil ik even
Kirsten bedanken voor de berichtjes uit België. Ze geniet zo van onze wandelingen en de kinderen zeggen dan van hé, alweer, ga je nou alweer kijken naar dat soort filmpjes? Ja, nou ja, kinderen snappen ook niet altijd waarom wandelfilmpjes leuk zijn. Kijk, hier heeft het minder gesneeuwd en hier zie je de onderlaag. IJs. Ja, het is toch wel zacht. Dat valt wel mee. Dit zijn mijn spikes. Het loopt even makkelijker zonder, want het verzamelt hier tussen de sneeuw en de bagger. Het is niet glad door de sneeuwlaag, maar dan heb ik ze even afgedaan. Het zijn behoorlijke sneeuwspikes, ijsspikes. Die me ook in Skreuli heel veel grip hebben gegeven. Oh man. Als de zon doorkomt is dit weer weg. Dus het gaat nu per dag is dat een nieuwe laag en weer weg, een nieuwe laag en weer weg. In ieder geval uit de bomen, maar dit is zo magisch. Zo mooi. Moet eens kijken, je ziet precies waar de sneeuw vandaan is gekomen. Nou, de video die jullie gaan zien vandaag, die heeft natuurlijk wat vertraging. Want omdat ik nu niet iedere dag upload, verzamel ik natuurlijk wat materiaal. Maar we gaan door met de keuken. En dat gaat gestaag zijn gangetje. Ik ga de keukenbladen olieën met hardwax. Dat moet daarna geschuurd worden. Dat moet een paar keer herhaald worden. Indicom. Ik vind het wel gaaf dat Tip de Bruine Labrador, Dominique en Rick, de kraanvogels wel hebben gezien in Frankrijk. Die zijn op weg naar ons. Dat is echt een lenteteken hier. Maar ja, die heb ik ook wel heel vaak in de sneeuw zien staan. Dus dat zou ik wel zielig voor ze vinden. Er zijn er een hele hoop gestorven met de vogelgriep. In Spanje en dergelijke. Maar het is wel gaaf dat ze weer komen. We hebben wel zin in de lente. Ik zie jullie straks. Bye. Ik ben de hele werkbank aan het leegmaken en schoonmaken. Want ik ga de waxolie erop gooien. Deze. Osmo. Ik vind het wel spannend wat dat gaat worden. Maar ik heb wel gezien dat er al wat watervlekken opkomen. Dit hout zuigt. Dus dat moet echt wel behandeld worden. Kijk maar hier ook. Dus ik moet er ook zachtjes met een schuur, zo'n schuurpet overheen eerst. Nou, we gaan het merken. Ik ga jullie uiteraard meenemen. Tot zo. Dan ga ik de Osmo Hardwax Olja aanbrengen. Ik heb een video bekeken net, waarin wordt uitgelegd hoe je dat moet doen. Want dat is een product wat ik niet ken. Steve had me erop geattendeerd dat het belangrijk is, dus dat heb ik gedaan. En dat betekent dat we na het zanden, het wegschuren van alle ongelijkmatigheden en vlekjes en dergelijke, de hardwaxolie gaan aanbrengen met een hele dunne laag. Ik kan er natuurlijk met een stokje doorheen, maar dit gaat ook. Ik ga hem nog niet openmaken. Maar ik heb hier een zandpapier, 150 is eigenlijk te grof. Maar ik wil die randen hier even te graven. Thank you.
gedaan. Oké. Kijk. Zo geel. Dat is gang. Het is olie en was tegelijk. Die heel dun moet worden aangebrand. Gebracht. Die heel dun moet worden aangebracht. Heel dun. Er staat ook goed schudden. Dun aanbrengen. Zo ziet het er ongeveer uit. Nou, wat ik ga doen. Ik vouw zo'n pet dubbel. En die ga ik als eerste aanbrengen hier op de rand. En dan zou je zeggen wat weinig. Maar dat is niet zo. Ik moet nou niet meer een statief vastpakken, want dat kleeft als de hel straks. Dit is echt een soort harsige substantie. Ik weet niet of jullie het verschil kunnen zien, maar het is echt super mooi. Echt super, super mooi. Het geeft een hele diepe. Noem het een eiglans. Een hele zachte eiglans. Nou, volgens mij heb ik alles gehad. Dan ga ik er nog een keer langs. Alle oppervlakte. Om het uit te poetsen. Zo. Nou, jullie begrijpen het wel een beetje, denk ik, hè, waar ik mee bezig ben. Ik laat het eindresultaat van jullie zien. Nou, dit is het resultaat van één laag. Het is echt ongelooflijk mooi. Het is dus was en olie door elkaar. En het wordt spijkerhard. Nou, vanaf nu laat ik het 8 uur minstens drogen. Het is nu 23:30. Dus vanavond om 7:30. Dus als ik terugkom van de fitness, kan ik het nog een keer doen. En dan, hier zie ik wat druppels. Oeh, dat moet even niet. Zo. En dan kan ik het nog een keer doen. Dan hebben we 2 lagen erop. Dan kan Geer de bak erop monteren. En dan kan ik daarna nog een derde laag geven als ik dat zou willen. Terwijl ik dit zeg, terwijl ik dit doe hier, gaan de straaljagers en de bommenwerpers over mijn hoofd heen hier. Ik was net te laat om het te filmen. Maar de oostkust wordt versterkt door de Zweden uiteraard. Finnen doen dat ook. Het is een verhoogde staat van paraatheid. Maar ja, ik ga er toch uit van het feit dat zelfs een dictator of een autocraat hersens in zijn pan heeft. Maar je weet het nooit, dat soort gasten. We gaan het zien. In ieder geval gaan wij gewoon door met ons leven hier. En dat is zorgen dat we hier in deze keuken ons ding kunnen doen. Nou, er zitten nu 2 lagen op. En we gaan de bak erin zetten. Klaar. Doei. Druk te maken. Ik ga er nog een laag op doen. Maar we zorgen eerst dat die bak erin zit. Zodat ik die Osmo, die hardraksolie,
tegen het randje aan kan doen. Dat heb ik ook gedaan met de plinten die je zo ziet lopen. Dan kan je het verschil laten zien tussen één keer, twee keer en maand. Helemaal niet. Dat is dit. Dit is gewoon het pure hout. Nou, je ziet hier al een beetje koffievlekken en kringetje. Hier hebben we ons koffiezetapparaatje op gehad. Dat is twee keer gedaan. En als ik hem dan omdraai, dan zie je, dit is één keer. Dus er zit een coating op, maar hij glimt niet. En dat is twee keer. En ik ga hem vandaag nog een derde keer doen. Dan zit de bak erin. Die hoeft er dan ook niet meer uit. En dan moet natuurlijk die plank opgevangen worden, want die zit sowieso scheef. Maar die moet of beentjes krijgen of vanaf de achterkant driehoekjes als ondersteuning. Er komt best wel wat zware apparatuur op te staan. Maar gisteren heb ik dus ook de poten gebijtst één keer. Die ben ik nu aan het schuren. Ja, is misschien papier. Heel fijn. En daarna zet ik het in de lak. Dan wordt hij iets geler, net als deze balken. Hopelijk dezelfde kleur een beetje. Dan hebben we dat gedeelte klaar. Nou, dit moet dan ook weer zo'n 10 uur drogen. Dus dan kunnen we er nog steeds niets op zetten. Maar morgen kunnen we hem echt gaan gebruiken. Daar komt het rupsje. En hier moeten dus geen gaatjes in zitten, want dan kan die alsnog lekker. Gaat die ook? Nou, dit is een hele zware bak. Ik had geen links bijgevoegd van de bak en de kraan, maar ik merk dat er toch wel belangstelling voor is. Ik zal kijken of ik de gegevens bij kan voegen. Er was al iemand die had de kraan gekocht naar aanleiding van ons filmpje. We hebben hem nog niet getest, dus we kunnen echt nog niets zeggen daarover. Behalve dan dat we hem mooi vinden. En dat hij past in deze keuken. Een rupsje, een slang, een rolletje, een kraaltje, hoe noem je zoiets? Een lijntje? Wat jij wil. Een rij, een slurf. Ja. Het boeletje met een doekje, wacht maar. Een beetje vocht op doekje wegvegen. Als je dat flesje verpakt met dat gele doppie. Daar zitten natte doekjes in. Dat is trouwens een tip. Als je natte doekjes hebt gekocht en ze zijn opgedroogd, gooi ze in een lege fles met een beetje water, schudden. En je kunt ze gewoon nog gebruiken. Het is doodzonde om ze weg te gooien. Dat is het gezicht van Geert terwijl hij zich inspant. Kijk nou, we hebben een kraan. Ik kan wel even de tang nog even wijzen, maar dat is ook. Ja. Dit is hem. Prachtig, prachtig geworden blad. Zo. Drie keer gedaan. En ik heb ook de onderste rand gedaan. Het hoort eigenlijk op ongelakt hout, omdat het zuigt. Maar dit zuigt ook. En je ziet geen verschil, maar ik zie wel het verschil in in afwerking. Maar misschien doe ik de volgende ook nog wel even. Die ga ik ook nog wel een laagje geven. Zodat het makkelijk afgenomen kan worden. Ideaal spul. Ik weet dat die blikken 80 euro per stuk zijn hier. Ik weet niet wat jullie betalen in Nederland, maar heel duur. Dus ik wil er zuinig mee zijn voor Steve. Het is van hem. Maar, dit moet je even zo naar boven denken, uiteraard. Hoe vinden jullie hem? Hij is mooi, hè? Tevreden mee.
ook hondjes. Er wordt gejaagd. Waar is je stok? Even geen tijd, vrouwtje. Even geen tijd. Wat hoor je dan? Indy. Nou, kom. Zo. Flinke. Daar is mijn voet. Daar is mijn voet. Kijk. Flinke stappen. Een heel groot hert of een klein eland. We hebben net visite gehad uit Tinksriet. Twee lieve mensen ontmoet. Met hun hondjes. Ik weet niet of ze het waarderen als we hun naam noemen, dus doe ik maar niet. Specht antwoord. Het was leuk om ze te ontmoeten. We gaan ook zeker een keer hun kant op. We wonen 2 uurtjes van elkaar af ongeveer, dus dat valt wel mee. Nou, en nu lopen we met deze rak even buiten. Nou, misschien hebben jullie het al gemerkt. Steve en ik uploaden video's iedere dag. Maar de ene dag is er een van Steve en de andere dag is er een van ons. Allemaal om 8 uur. Dus degene die 's ochtends om 8 uur graag naar een video van ons kijkt, die wordt nog steeds op zijn wenken bediend. We proberen dit vol te houden. En gaan we kijken waar het schip strandt, toch? Man, wat een heerlijk weer. Het keukenblad is af. De kraan hangt erin. Nou moet hij aangesloten worden. En te horen aan de geluiden in de kelder is Geertje daarmee bezig. Hallo! Oh, hallo! Hallo! Jij ook hier? Ja, oh, kijk nou. IJzeren pijp, of ijzer. Koperen pijpjes. Gaat het niet met die slangetjes? Ja hoor. Zit al vast, eentje. Oké, nou. Hallo. Spannend. Het ziet er erg mooi uit. Dan moeten we onze ruiten gaan wassen, Indy. Jeez, wat zijn ze smerig. Zo, groot. Groot. Je netjes opgelost, Geer. Ja. Heel mooi. Even nog een beetje zo komt, zoals met die plank. Mm-hmm. Ja, dat is wel netjes. Mooi. Beter dan het was. Ja, nou, alles is beter dan wat het was. Dat is niet moeilijk. Zo. Er zijn rubbers tussen.
Ja, er zit de bovenkant een schuimrubber dingetje om je bak te beschermen. Mm-hmm. En onder zit dan een afsluitrubber. Een afsluitrubber, oké. Okay. Wow. Nou, ga ik een loonhuis. Zo, los. Spuit. Hop. Die. En die moet je afsnijden of zo. Nee, ik kan hem niet houden. Dat ga ik ook doen. Okay. Test time. Nou. Ja, nou. Spannend. Dat is geile. Ga heel weinig water. Nou. Heel weinig water. Oké. Okay. Gaat iets niet helemaal goed? Oké. Okay. Nou, dat is een kraan die heel goed afsluit in ieder geval. Maar hij doet nog steeds niks. Een zuinige kraan. Wow, helemaal geen druk, man. Is dat alles? Dat zat toch weer wat voor ons, hoor. In ieder geval lekt hij niet. Oké. Okay. Strange. Er zit de meest rare troep in. Zaagsel of zo, wat is het? Nou, gaat ie. Geen gaat de compressor opzetten, dus ik ga hem even. Ik ga hem even niet bekijken, wou ik zeggen. Het is zaagsel, ja. Het is zaagsel. En het is stug ook. Jeetje. Nou, hoe komt dat daarin dan? Heb je iets van deze los? Ja, het is wel los, ja. Kijk, je hou hem vast. Dan zal ik even kijken of ik het door. Het is niet zo weinig ook. Het is ook wel vast, dan kan ik ook niet... Ja, spuit. Door de leiding heen kijken. Nou, nog een blaasje. Ja, maar ik denk ook dat je hem even zonder troep eraan moet doorspuiten. Ja, goed. Ik ga maar mijn kamis wel opzetten. Ja. Ik heb hem natuurlijk wel losgehaald. Nou, daar gaat hij weer. Dat hier? Ja? Nee, ik heb het tegen de camera. Dit zat erin. Als prop. Waarom moet er zaagsel in zitten? Jongens, ik heb geen idee. Duitse kraan. Er is iemand van jullie die ook deze kraan heeft gekocht. Dus heeft hij slechte druk? Let op. Even schoonmaken. Even schoonmaken. Dit zit er dus dan in. Nou ja. Ja, het is gewoon zaagsel. Heel raar. Mooi pincetje. Ja, wordt dat hem? Hè? Wordt dat hem? Oh, waar is hij aan? Ja, hij zit erin. Moet je hem eruit halen? Oh, zo is hij. Ja, ja. Ja, ik kan hem zo naar het park. Ja. Ga ik de water erop zetten? Mm-hmm. Dat is hem dus.
Nou, heb je wat. Nou, hebben we wat. Jongen, is die goed schoon? Ja. Nou ja, zaagsel in je leiding. Nou, dat is een goeie. Kijk. Goed weten. Wel druk. Hij doet het. Opgelost. De lekkages. De lekkages. Nou, ik ben een pessimist. Even de lekkages bekijken. Nou, volgens mij heb ik die niet. Deze hebben we niet nodig. Het is toch goed. Je hebt water gemorst, net het openmaken. Ja, dus water op de... Ja. Moet je een theedoekje hebben ervoor? Ja. Hier van niet. Dat is mooi. Dan ga ik nou, dit lekt niet. Mooi. Ja, hier hebben we water. Joehoe. Een keuken met water. Jemig. Wat een luxe. Wat hier nou aan het uithalen is. Maar deze is hier klaar. Ja. Mooi. Helaas. Maar lekt niet. Helaas. Dan zal ik het 30 keer controleren. Want... Uiteraard, jouw kennende. Je weet nooit. Nou, mooi. Gaan we hem stoken, de grote jongen. En dan kijken of we daar heet water uit krijgen. Dat kan niet anders. Maar... In ieder geval is dat stuk van de keuken voor elkaar. Next. Geertje, het is weer klassenwerk, jongen. Het zit weer ongelooflijk netjes in elkaar. Heel mooi. Heel netjes gedaan. Nou, met het idiote geval dat er dus zaagsel in die leiding zat. Zaagsel? In de ik dacht even van, hebben we zo weinig druk? Dat lijkt me heel erg stug. Maar we hebben druk zat. Nou, is prima. Hij lekt nergens. Klasse. Mooi dan. Weer een stukje verder. Ja, maar ik kan hem nog niet gaan gebruiken, want er moet nog ondersteuning komen. Nee, ik maar maak hier net een steuntje onder. Je maakt net een steuntje eronder. Oh, ja. Mooi. Thank you. Next. Volgende deel. Shit. Hè? Volgende deel. Shit. Shit. Thee wordt het. Staat ook klaar. Lekker. Want het is nu alweer koud aan het worden. Het is genoeg voor vandaag. Hè? Met de ramen van het schiet. Ja, dat doe ik van de week wel een keer. Nee, nu niet. Van de zomer. Van de week gaat het vriezen. Oh, nou, hier zo. Hier. Hartstikke fijn, lieverd. Thank you. En, van veel te dichtbij. Oh, met mijn hand voor de lens. Ja, dat kun je doen. Tot de volgende. Oh, hey. Dat zit mijn haar weer leuk. Ja, daar ben ik ook. Oh, ik moet naar de kapper. Oh, ja, ik ga mijn kaal scheren. Nee. Oké, tot volgende keer.